Ja, beste vrienden, wat een jaar is het geweest, hè? Dat 2020. Ja, dat was hem even niet, hoor. Nee. Maar goed, nu in deze dagen, die kerstdagen, hoe je daar ook over mag denken en of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, dat doet allemaal niet de zaken. De kerstdagen, dat is toch een beetje reflectie, even terugkijken naar het jaar wat we hebben gehad. Het is toch even pas op de plaats en even weer tot onszelf komen. En als je dan terugdenkt aan het afgelopen jaar en we zien bijvoorbeeld het begin van de corona. Weet je dat nog? Toen het virus uitbrak, zo ergens februari, maart, toen begon het allemaal. En toen ontstond er toch iets in het Nederlandse volk van, ja, we zijn toch een beetje één. We zijn saamhorig. We horen bij elkaar. Het was toch een beetje dat gevoel. En dat weten we allemaal nog, want we stonden allemaal 's avonds te klappen, weet je het nog, voor de mensen in de zorg. Dat weten we allemaal nog. Ja, tuurlijk. En we weten ook nog allemaal dat we met elkaar zongen You'll Never Walk Alone. En we zongen met elkaar het Wilhelmus. En er was toch een gevoel van, ja, hé, hey, we gaan het met z'n allen, gaan we het maken. En nu zitten we in de tweede coronagolf. En wat is daar nog van over? Dat wil ik toch een beetje onder de aandacht brengen tijdens deze speciale dagen. Want dat zijn de kerstdagen. En eigenlijk oud en nieuw ook een beetje. Het kan toch niet zo zijn, beste vrienden en volgers. Ik wens jullie alvast hele gezellige kerstdagen, laat ik dat vast doen. Maar het kan toch niet zo zijn dat dat gevoel van wij, want daar gaat het om, het wij-gevoel, dat dat helemaal weg is. Dat kan toch niet? We moeten toch bij onszelf de komende dagen eventjes gaan zoeken of dat gevoel er nog is. Dat moet! Dat kan gewoon niet anders. Dat is niet met de vingerknip van Hans Klok is dat verdwenen. Nee, dat kan niet. Want kijk wat we nu hebben. Nu hebben we allemaal discussies over mondkapjes. En discussies over neem ik wel een injectie of een prik, ja of nee. Jongens, dat moeten we achter ons laten. We moeten op naar het nieuwe jaar. We moeten op naar 2021, waarin we allemaal gezond verder willen. Daar gaat het om. En dan hebben we maar één ding nodig. En dat is mijn kerstwens, het wij-gevoel.